Great, great. Onze Rijka met een petje op. Dat is de nieuwste die ik vorig jaar had gekocht. Zo, lieve vrienden, een hele, hele goede morgen allemaal. Toegewenst, ja. En dat namens Corinne en de Weesterboel. Dus welkom bij een gloednieuwe vlog. En ja, ik heb de vlag op mijn ogen, zeker te weten. Ja, moet kunnen. Ik heb ook een oranje truitje aan met rood, wit, blauw aan de mouwen. Maar ja, ik vind het toch nog wel fris. Het is vandaag dan ook wel 27 april, Koningsdag 2021. En dat allemaal op dinsdag. We mogen nog een feestje vieren, hè? Dus we doen het allemaal maar op onze eigen manier. Ja. Ik ben eigenlijk een later kan, want het is al begonnen, maar ik moet ook met de hondjes uit. Ja, want ik had er net nog stralende hoofdpijn. Het is nog niet echt helemaal over, maar ik denk dat mijn ogen er ook nog wel naar staan. Maar ik geef met mijn hondjes uit. En dan gaan we voor de televisie zitten. Ja. Op Nederland 1, daar komt het koningsfeest, laat me zeggen, zoals Willem met Maxima en de kids het gaan vieren. En dat meen je in Eindhoven of zoiets. Ja, zoiets, hè. Ja, ja. Dus ik ga eerst de meisjes lekker uitlaten. En we maken ons eigen feestje ervan. Ja. En als het vanmiddag een beetje qua temperaturen ook beter wordt en de televisies niet meer aan, wie weet ga ik dan nog weer even naar de kuier met de meisjes. Ja, oftewel aan de wandel en dan een grotere wandeling dan ik nu zo meteen ga doen. Ja, en dan ook nog eten, want de hondjes hebben ook helemaal niks meer. Hun bak hebben ze eindelijk leeg, dus die kan ik even afwassen. Kennen we nieuw in. En dan kan ik zelf eten en kan nog moet eten. Dus ik heb nog genoeg te doen. Ze zeggen, geniet van het zonnetje, want het is prachtig mooi weer. De lucht is blauw, ze hebben daar de vlag opgehangen tot mijn verdriet. Ik heb aan de voorkant wel een vlag gehouden, maar ik kan er niet bij. Ook durf ik dat niet via mijn trappetje te doen. Anders staat dat ding buiten wankel. Ik vind het eng. Dus ik durf dat echt niet aan, nee. Mijn andere vlaggenmast, die is omgeknapt, zoals jullie weten. Dus ja, ik heb momenteel niks. Dus, sorry Willempie, ja, ik kan niet de vlag voor jou ophangen. Helaas, pindakaas. Ja, het spijt me. Meer kan ik niet zeggen, meer kan ik niet doen, nee. Maar in ieder geval, geniet van je dag, Willem. En ja, ik zeg gewoon Willem, jou hoor. Ik zeg geen hare majesteit, je bent ook maar een mens van vlees en bloed, net zoals wij allemaal. Maar in ieder geval, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren erbij. En ook hoop ik in betere jaren dan het nu de afgelopen 2 jaar voor jou zijn geweest. Want ja, ook jij werd teruggefloten, want ook jij deed je eigen ding en je dacht er niet bij na. Nou, dat hebben we allemaal hoor, jongen. Ja. Rustig even. Oh, ze zijn aan het spelen. Oh, kijk, kijk. Nou, heerlijk toch? Maar in ieder geval, Willempie en Maxima en de kids. Een hele fijne dag toegewenst daar aan die kant in Den Haag. En in Eindhoven geloof ik dat jullie nu aanwezig zijn.
Maar vanmiddag zijn jullie ook weer thuis, dat weet ik. Mijn dochter ontvlakt bij jullie. Ja, die staat heel vaak wel met jullie bewaking te praten. Die daar aan het begin van je oprijlaan staan. Dus ja, hartstikke leuk. Ook ik heb al eens een keer met ze staan te praten dat ik bij mijn dochter op bezoek was. Maar ja, nou met dat achterlijke gebeuren wat er nu bezig is, ben ik al meer dan een jaar niet meer bij mijn dochter geweest. Dus ja, dankzij daar bij jullie in Den Haag. Ja, dank jullie wel. Dus ja, ik wil daar ook weer graag naartoe, maar dan moet ik zonder mondkapje de trein in. En ik heb twee honden die gaan mee. Ja, ook dat nog. Dus ja, lieve vrienden, ook jullie een hele fijne dag op Koningsdag. Geniet ervan en tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, ik heb toch de vlag buiten weten te hangen. Namelijk uit mijn slaapkamerraam, met vastbinden, met touw en alles. Dus hij hangt uit met wimpel en al. Ik heb op de bank wat leuks leggen. Onze Rijka met een petje op. Dat is de nieuwste die ik vorig jaar had gekocht. Maar die had ze nog verder niet op gehad. Ik denk, nou, het wordt weer zomer. We gaan weer tegen die warmte aan. Hey, ik doe er zo vast weer een petje op. Kun je er weer aan wennen? En dat is een oude Friese vlag. Die is ooit ook vroeger kapot gestormd door een harde storm die vanuit het niets op kwam zetten. Nou ja, denk ik zijn verder vernielen. Ja, hé? Lekker ding. Oh. Gaan we lekker slaapje doen, hé? Die ligt daar ook te slapen. En uiteraard zit ik televisie te kijken naar het Koningsfeest in Eindhoven, geloof ik dat dat is. Ja, ik heb het net nog gezegd en ik weet het al niet meer, maar ja, doet er niet toe. Nee. De computer staat nog uit, maar die gaat zo wel aan. Ik ga toch ook even tussendoor even wat met mijn computer uitspoken. Ja, moet ook kunnen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen met een lach. En ja, het was trouwens wel koud, vond ik hoor. Ik vond het vrij koud langs de gracht. Ja, met lopen. Boom, niks aan. Maar ja, maakt niet uit, we zijn er nog. Ja hoor, we gaan niet zomaar kapot. Nee, wij niet. Nee hoor. Alles gaat kapot, maar wij niet. Nee, echt niet. Maar oké, ik zou zeggen, geniet en tot later. Doei! Ja, zo lieve vrienden, zoals jullie zien kom ik maar weer verschonen, want het zweet dat gutst er weer vanaf. Nou ja, dan wil je eigenlijk wel even wassen en weer wat schoons aantrekken. En ja, ik heb mijn eigen record weer verbroken. Ja, 3,66. Dus ja, het gaat alleen maar beter en beter en beter. Maar ik ben wel weer back af. En dat heb je, hè. En pijn in mijn rug. Onderin, mijn lumbago. Ja, onderin is dat. Aan de rechterkant. Maar dan moet ik erbij zeggen, ik heb me ook een keer verstapt en dat was niet de schuld van de hondjes en ook niet de schuld van mij, maar de schuld van de gemeente. Nog weer een tegel, zo, wat ik niet zag. Nee, mijn wieltje van mijn rollator ging er net langs, dus ik zag dat niet. En de hondjes die letten daar ook niet op, die lopen ook gewoon terug door, ja. Nou, daar ging ik bijna. Maar ja, daar kan ik niks doen. Moet ik bij de gemeente wezen. Maar ja, daardoor verstapte ik mij. En daardoor denk ik dat ik nou best pijn heb daar, ja. Maar het maakt niet uit. Ik heb een lekker bakje koffie voor me. En ik heb de televisie weer aangedaan. Dan kan ik weer even verder kijken. En dan, ja, straks. Ik eet lekker patatje. Ik zin in. Mag ook alweer even. Want ik heb wel 4 dagen stamppot zitten te eten. Dus mag ik wel weer eens even een patatje tussendoor. Toch? Ja. En ik maak het gezond. Ik haal het uit de oven vandaan. Dus ja, geen vette troep. Hou ik niet meer van. Vind ik niet lekker. Als ik het al wel ga eten, dan is het eigen gemaakte patat van de patatboer hier al in de stad en die is berengoed. Ja, dat is echt een goede, nee.
Dus ja, lieve vrienden. Ze zijn uitgeteld. Daar ligt er één. En daar ligt er één. Dus ja, hoe mooi, hoe fijn wil je het hebben dat ze uitgeteld zijn en dat om 4:15. Dus ja, ik weet niet of ik om 6 uur weer hoef. Nee, maar oké, maakt niet uit, lekker. Ze zijn al weg af en dat ben ik ook, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag. En als je al eentje drinkt, word niet dronken, jongens. Nee, want daar zit je niks mee op. Nee. Dus hou het gewoon gezellig, hou het lief, hou het leuk. Ja, dan is het voor een ander ook fijn. Ja, toch? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei, doei. Zo, lieve vrienden. Ja, ik kom net weer binnen, want ik ben aan foto's aan het maken van de maan. Hoe mooi hij is. Oh, zo mooi, ja. Met een filmcamera, als ik film, kan ik wel inzoomen, maar niet zo ver dan ik met foto's kan doen. Als ik foto's maak met mijn mobiel, dan zie je zelfs die karaters en alles hier erop, weet je wel, die vormpjes. Maar dat kan met filmen niet. Dan kan je wel lekker inzoomen, maar niet zo ver. Nee. Ik zal van gisteren, heb ik ook, want wordt de maan ook behoorlijk groot. Nu is hij een beetje oranjeachtig. Hij is niet echt zuiver wit, gisteren wel. Maar van gisteren en vandaag zet ik gewoon de foto's in de vlog erbij. Is wel zo mooi toch? Kunnen jullie ook meegenieten hoe mijn mobiel dat allemaal doet? Hoe mooi zuiver. Ik ben er echt zo giga blij mee dat het zo mooi is. Ik ben er trots op. Ja. Maar oké, ik ben nog steeds ook bezig met een vlog in elkaar te zetten. Want ik had niks anders dan problemen. En dat kwam omdat mijn harde schijf te vol was. Ja, en ik had er geen verstand van. Totaal niet. Om niet met het inwendige van die computer bij mij, want dat heb ik geen verstand van. Maar ja, dat is nou aardig opgeruimd. Roderick heeft daar weer bij geholpen. En Karin die heeft erbij geholpen. Maar ook had ik problemen met het programma zelf. Dus dat is ook allemaal verholpen. Dus ik ga nou even weer verder om die vlog in elkaar te zetten waar ik aan het begin vanavond mee bezig was. Wat al lang al op YouTube had kunnen staan. En ik ben nou weer net begonnen. Dus ja, weer helemaal opnieuw. Want het wou allemaal niet. Maar oké, lieve vrienden, ik wens jullie gelijk allemaal nog verder een genoeglijke avond, wat er nog van over is. Voor straks welterusten. Slaap lekker uiteraard. En morgen uiteraard ook weer gezond doen opstaan. Ik zit met mijn rimpje te handen van mijn horloge, maar dat komt wel. Dus ja, en graag tot morgen. En dan zie ik jullie gewoon weer, ja toch? Elwin die heeft net gebraakt, maar die is niet gewend om naar buiten toe te kunnen gaan. Want omdat ze altijd op een balkonnetje heeft geleefd. Ja, dan moet ze alles bij elkaar maar doen. Plassen, poepen, eten, drinken, slapen, overgeven, noem maar op. En het werd wel schoongemaakt wanneer het uitkwam. Maar in ieder geval, nou deed ze het in de mand. Dus ik heb nou die man naar buiten gekregen. Kiepert. En ik heb even een soortje water over die plek heen gedaan, want het viel eruit, dus ja. Ik leg nou op de kop de mand onder de picknicktafel. Ik denk, dat vind ik morgen wel, maar ik heb even in mijn water eroverheen gegooid. Ik denk, spoel dat wel even weg. Dus, zo gedaan. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet, welterusten nogmaals, en graag tot morgen. Tot dan. Doei!